Een wapper gekruist en ze zit in de houding. Steven. Kom naar een zittende houding. En bent een lange recht rug. Je twee op iets zetten, zodat je rug mooi lang wordt. Het momentje om je ogen te sluiten en om je aandacht naar binnen te brengen. Die aandacht naar binnen brengen. En de moed om naar binnen te kijken. En alles die er op dit moment is. Te aanvaarden. Te omarmen. Wat dat ook mag zijn. Wat ook op dit moment jouw aandacht vraagt. En telkens als we op de mat stappen, kunnen we op de mat stappen met een andere landschap. En telkens willen we daar een soort ruimte voor creëren. Zo even observeren zonder te beoordelen. Zonder dingen te willen veranderen. En dan ga je een klein stapje achteruit zetten van jezelf. En dan focus je aandacht naar je ademhaling. En die ademhaling is jouw ankerpunt om jou steeds terug te brengen naar dit moment. Adem in voor 4, 3, 2, 1. We gaan vast aan de top van de ademhaling. Uit, 4, 3, 2 en 1. Blijf even dicht. Adem in voor 6, 5, 4, 3, 2, 1. We gaan vast. Adem lang uit door je mond, ontspan je schouders en je kaken. En van hieruit, breng je handen samen, dus maar open je handen, zodat er iets op jouw handen ligt. En dat is eigenlijk een gebaar van openheid, van een verwelkoming van alles die je op dit moment aanwezig is. Je verdriet, als dat er is, de twijfels, als dat er mocht zijn. Jouw excitement, jouw onrust, jouw vragen, een gebaar van openheid. Alles die zich speelt, heeft eruit mag zijn. En van hieruit breng je handen op je hart en alles breng je even naar je hart, die ruimte. Alles hier die je mag zijn, ga je eigenlijk een beetje liefde. Alright, en van hieruit verstreng je handen en adem rijk aan omhoog. Bent de lengte. Adem uit, breng je handen achter je hoofd, op je ellebogen. En adem in, druk met je hoofd tegen je handen open. Adem uit, breng je ellebogen samen en breng je kin naar je borstkas, maak je rond de rug. Nog twee keer. Je ademt en je opent. En adem uit, ellebogen samen, kin naar je borst. Laatste maal. Adem open. Adem uit. Adem samen. Kin naar je borst.
Adem in de rijke aan de palm hoofd in het lekker. En adem uit, breng bij. Dus shift een klein beetje naar rechts. Druk in jouw linker zitbeentje en rijk omhoog. En adem in naar het midden. En adem uit naar links. Adem in lengte. Adem uit naar rechts. Breng je rechterhand naast jou. Rijk jouw linkerarm omhoog. En dan gaan we 10 keer Kapalabhati doen. Dus die geforceerde uitademhaling hebben we al gedaan. Als die lukt, dan doe je de gewone ademhaling. Adem diep in. En start. Bij de 10e uitademhaling blijf je volledig leeg. Adem in de rijke armen omhoog. Adem uit, breng je linkerhand naast jou en rijke rechterarm naar opzij. Verzacht in je linker schouder, open zoveel mogelijk in je rechterzijde. Adem diep in. En dan 10 keer Kapalabhati. Adem in de rijke armen op. En adem uit. Als je op een kussentje zit, breng je kussentje aan de kant. En dan van hieruit breng je voeten naar voren. En begin, dus breng je vingertoppen achter jou, rijk je benen omhoog. Lift je bordbeen omhoog. Als het lukt, breng je handen naar voren. Right. En dan plaats je voeten op de mat. En dan gaan we langzaamaan die benen gaan doorstrekken, de rijke armen naar voren. Van hier heel traagjes, kom liggen zo traag mogelijk. En van hieruit hou je benen doorgestrekt. Breng je navel naar binnen. Lift je voeten een paar centimeter van de mat. Als dat niet lukt, dan hou je voeten op de mat. En breng je schouders van de mat, breng je handen naast jou. Dus je onderrug is richting van de mat. Of je plaatst je voeten op de mat. En gaan 10 keer Kapalabhati doen. Alright, van hieruit breng je handen naast jou. Je moet opnieuw in je hart de andere richting van de mat brengen. En je gaat jouw linkerheup goed in de mat vormen. Je kan zelfs je linkerhand op je linkerheup plaatsen. Dus als het te last is, kun je je linkervoet in de mat plaatsen. Van hieruit lift je rechterbeen op en je rechtervoet draait naar buiten. Je rechtervoet, maar je rechtervoet zweeft boven de mat. Oké, nu jouw linker voor gaat goed activeren. Je buigt jouw rechtervoet gelijk dat je naar vliegboos gaat, lijkt op je rug. En dan strek je rechterbeen naar opzij. Breng je rechterbeen opnieuw naar vliegboos. En dan breng je rechterbeen opnieuw laat zweven over de mat. Je linkerhup blijft op de mat. En we gaan het 5 keer doen. Rechtervoet naar vliegboos. En open, je linkerhup blijft op de mat. En opnieuw naar tree pose. En naar voren. En 5 keer tree pose. En open. En opnieuw. Strak door. Oké. Hou je linkerheup zoveel mogelijk op de mat. En voel die activatie in je core. Blijf ademen. Kijk of daar één spanning creëert in je schouders. Nog 3. Misschien ben ik de taal kwijt. Nog 2. En laatste. Oké, van hieruit breng je rechterbeen omhoog. Het kan zijn dat je rechterknie gewoon is en laat je linkerbeen zweven van de mat. Je onderrug blijft richting van de mat. Dus optie is om je linkervoet in de mat te plaatsen. Dus als het te lastig is. Dus bij de inademhaling open je benen. Je rechterbeen gaat naar rechts en je linkerbeen gaat naar links. Zweef boven de mat. Adem uit, kruis je benen. Adem in, open beide benen. En adem uit, kruis. Optie om er een douche bij te brengen. Handen onder je hoofd, adem in, open. En adem uit, zwis linkerarm naar je rechterknie. Nog 4 keer. Adem in, open.
Adem uit, eventueel linker elleboog rechter knie. En open. En kies je optie. Pas aan indien nodig. Laatste maal. Open. Linker elleboog rechter knie. Breng je linkerhand aan de buitenzijde van je rechterbeen. En ook je rechterhand. Kijk of je rechterschouder van de mat kunt brengen. Leg hem aan. En dan hieruit breng je rechtervoet in een halve happy baby. Rechterknie gaat naar de buitenzijde van je schouder en rechtervoet zo gaat naar het plafond. Voor je hartslag. Oké, je trekt je knie aan de buitenzijde van je ribben en je voetstoel gaat zo veel mogelijk omhoog. We zijn nog niet echt zo opgewarmd, dus niets forceren. En dan gaan we wisselen. Rechtervoet gaat naar voren. Je van hieruit je rechterheup blijft op de mat. Lift je linkerbeen en draai je linkervoeten naar buiten. En dan breng je linkervoet gelijk in een tree pose. En linkerbeen gaat naar links. En opnieuw, je linkerbeen zweeft over de mat. Linkervoet naar tree pose en open. En opnieuw strek je linkerbeen door, linkertenen blijven naar buiten. Dus we werken ook een beetje aan de abductoren. De obliques. Nog drie. Blijf rustig en aan uit ademen. Dat was hier een touch of core waarvan ik sprak. Misschien is het meer dan een touch. Oké, laatste maal. Breng je linkerbeen omhoog. Eventueel laat je rechterbeen zweven over de mat en dan open je benen, adem in. Adem uit, sluit je. En je rechterbeen zweeft over de mat, linkerbeen gaat naar opzij. En uit. Eventueel ga je je handen achter je hoofd brengen en je twist rechter elleboog naar je linkerknie. Adem in. Je bovenlichaam komt telkens terug naar het midden. En bij de uitademhaling ga je naar een twist, nog drie. Adem open. En adem uit. Laatste maal. Breng je rechterhand aan de buitenzijde van je linkerbeen. Eventueel lift je linkerschouder van de mat. Hou vast voor drie. Twee. En één. Breng je linkervoet in een halve happy baby. Als dat niet gaat, maar je rechterbeen doorgestrekt, laat je rechtervoet ook in de mat. Right. Adem. En remember, die open handen naar jezelf toe. En dus een open gebaar, dat wil zeggen dat je er bent voor jezelf. Dat je jezelf niet gaat beoordelen. Maar gewoon in de practice zijn als een beheerder. Elk moment ben je bij jezelf als observator. Breng je knieën samen, dan rol een paar keer van voor naar achter. Kruis je benen, plaats je handen. Stap naar handen en knieën. Rol je schouders weg van je oren. Krol je tenen onder, breng je borst naar voren, trek je navel naar binnen en lift op naar downward facing dog. Een paar momentjes hier in die neerwaartse hond. Laat je hoofd hangen. En kijk hier of je tenen kunt spreiden en eventueel je tenen van de mat liften. Knieën kunnen lichtjes gebogen zijn. Stel je voor dat de grond omhoog komt en jij duwt die grond naar beneden. Je zet je schaam ietsje meer naar achter en omhoog legt in je rug. Dan heel graag van hier, kom op de toppen van je tenen en kom daarvoor naar een ronde plankhouding. Schouders boven de pols, een ronde plank. Zo traag mogelijk breng je knieën onder je heupen voor 3, 2, en 1. Ontkrol je tenen. Adem, rij je borst naar boven.
Adem uit, rond de rug, breng je zitvlak naar achter, richting van de hielen, wandel je handen verder naar voren. Nu breng je rugwacht van je dijbeen aan. Voel even dat je rug begint te ronden. En heel langzaam breng je schouders boven de polsen. Leg je borst naar voren. Borst is actief naar de handen pushen. Heel traag breng jezelf naar de mat. Adem in, kom naar een cobra. Adem uit, druk in je handen. Krul je tenen onder de plank, downward facing dog. Plaats je voeten samen, adem in en je rechterbeen naar achter en omhoog. Adem uit, kom op toppen van je linkervoet. Breng je rechterknie richting van je neus, stap je rechtervoet tussen je handen. Plaats je voeten op heupbreedte afstand. Trek je rechterheup op je, druk in je rechterhiel. Breng je buik weg van je rechterdijbeen en heel traag breng jezelf rechtop. Rol je schouders naar achter en adem in, reik je armen omhoog. Je buik is weg van je rechterdijbeen. Adem uit, kom halverwege naar voren, breng je handen naar achter. Niet overdreven rollen in je rug, je core is actief. Plaats je linkerhand onder je schouder. Adem in, reik je rechterarm omhoog. En dan reik je rechterarm naar voren. Je pinky wijst naar beneden en je kijkt of je zoveel mogelijk onder je rechterarm naar het plafond kan kijken. Open zoveel mogelijk in die rechterschouder. En dus je lift je rechterarm op, maar je draait je pinky naar beneden. Nu druk je goed op je linkerhand, dus je gaat niet gaan hangen in die linkerschouder. Oké, van hieruit is er een optie. We gaan dat, de eerste keer is heel traag, de volgende keer gaan we het een beetje sneller doen. Dus de opties zijn, je stapt van hieruit naar een zijwaartse plank. Ofwel linkerknie op de mat, rechterbeen naar achter. Ofwel, beide benen op elkaar. Ofwel stap je naar een walting, je rechtervoet komt achter jou en je opent naar walting. Alright, adem uit naar een plankhouding. Van hier kun je kiezen met of zonder knieën kom je naar beneden. Adem in, kom naar een cobra. Adem uit. Vanuit cobra kun je kiezen, kun je naar kindschouwing gaan en zo naar neerwaartse mond. Of je krult je tenen onder de plank, downward facing dog. Plaats je voeten samen aan en breng je linkerbeen omhoog. Linker teen reizen naar beneden. Hoog de toppen van je rechtervoet. Krul naar binnen. Stap je linkervoet tussen je handen. Voeten op heupbreedte afstand. Je buik weg van je linkerdijbeen. Druk goed met je linkervoet in de mat. Adem in de rij. Je armen omhoog. Adem uit. Kom halverwege naar voren. Maar op. Hier kan je wel niet overdreven rollen in de rug. Dus je buikspieren zijn actief. Rechterhand komt onder je schouder. Rek je linkerarm omhoog. En dan rek je linkerarm naar voren. Dan draai je eerst je pink naar beneden. En kijk of je onder je linkerarm naar het plafond kunt kijken. Van hieruit kies je optie. Ofwel je rechterknie in de mat. Ofwel stap je van hieruit naar welting. Linkervoet achter, open je borst aan in. Adem uit, plankhouding of kindhouding. Neem even je jas heel traag, kom naar de mat. Adem in naar de cobra. Adem uit, krul je tenen onder in de mat, downward facing dog. Oké, we gaan nu doen met onze ademhaling, dus ietsje meer flow. Bij de inademhaling rek je rechterbeen naar achter en omhoog. Adem uit, stap je rechtervoet naar voor de ziel. Adem in. Gentle. Breek je armen op. Adem uit, kom halverwege naar voren. Adem in, linkerhand op de mat, rechterarm naar voren. Adem uit, stap naar water. Of kies de zijwaartse plank. Adem in, open in walting. Adem uit naar de plankhouding. Ofwel vinyasa, ofwel kindhouding. Adem in, cobra.
Adem uit naar downward facing dog. Voeten samen. Adem en linkerbeen naar achter en omhoog. Adem uit, stap je linkervoet na door zachtjes tussen je handen. Adem en high lunge. Zacht. Adem uit, halverwege na, voor je navel naar binnen. Rechterhand onder je schouder, adem in. Open die linker schouder. Adem uit, kies jouw optie, welting, zijwaartse plank, open. Adem uit, plankhouding. En heel traag kom naar de mat. Adem in, gentle, open. Adem uit, downward facing dog. Voeten samen, adem en linkerbeen naar achter en omhoog, ofwel. Adem uit, linkerbeen stapt naar voren. Kies jouw opties. Je kunt altijd die knieën afplaatsen. Adem en high lunge. Adem uit, halverwege naar voren. Rechterhand achter jou, adem in, open. En adem uit, van hier, stap naar de welting. Ik heb de verkeerde kant gekomen, I know. En adem uit, plank. En vinyasa. Adem in, cobra. En adem uit. Nog één keer elke kant. Oké. Rechterbeen naar achteren en omhoog. Adem in. Kom hoog op het toppen van je linkervoet. Breng je rechterkoen naar de neus toe. Stap tussen je handen. Neem jullie nog meer. Adem in. High lunge. Adem uit. Halverwege naar. Voor soft in de schouders. Adem in, open, rijk je rechterarm naar voren. Adem uit, kies jouw optie, welting of zijwaartse plank. Adem uit, plank houden. Kom naar de mat. Laatste maal, adem en kom naar de cobra. Schouders naar achter. Adem uit, downward facing dog. Adem in, linkerbeen naar achter en omhoog. Uit je hoofd de top van je rechterkant stap je linkervoet tussen je handen. Adem in, high lunge. Uit, halverwege naar voren, ben je nog aan het ademen. Rechterhand in de mat, adem in, open. Uit, wilding. Adem in, plankhouding. Adem uit naar de mat. Adem in, kom naar de cobra. Adem uit, kom opnieuw naar de mat, kom op je rug liggen. Even zo'n 1 minuutje in Shavasana. Voel je hartslag. Breng jouw aandacht naar binnen. Naar alles wat je voelt bewegen. Even kort intermezzo. Naar die tintelingen. Naar die levendigheid in jouw lichaam. Naar die energie die door jou stroomt. Kijk op dat je van volledige actie naar volledige faciliteit en naar volledig niets doen, een doing kan. En opnieuw die open handen, een gebaar van alles die er is, is welkom in jouw handen. En van hieruit, kom terug, draai je op jouw buik. En dan van hieruit, kom naar handen en knieën. En we gaan een klein beetje naar je hupmobiliteit. We komen naar Ardha Matsyendrasana. Dus je gaat, ik ga het spiegelbeeld doen.
je rechtervoet aan de buitenzijde van je linkervoet plaatsen. Dus je rechtervoet is op de mat. Je linkerbeen is gebogen. De eerste keer gaan we dragen, zijn opnieuw zo'n paar vlootjes. Dus je plaatst jouw linkerhand naast jou. En dan ga je we komen naar een zijwaartse plank. Dus die rechterbeen gaat naar opzij en komt naar een zijwaartse plank. Nu, heel traag laat je linkerheup naar beneden zakken, maar hou je rechterbeen in de lucht. En dan breng je rechterbeen naar achter, zonder dat je rechtervoet de vloer raakt, en rijd je borst naar voren, like in de pigeon. Dus je rechterbeen is naar achter en je borst is naar voren, je hebt je handen van de mat. Dus dan heel traag breng je rechtervoet naar voren. En je zet de handen op je linkerzijde en kijk of je rechtervoet over de mat kan zien. Plaats je rechtervoet in de mat. Eventueel hier, dus je rechtervoet, als het niet lukt om je rechtervoet aan de buitenzijde van je dijking te plaatsen en dan pak je je voet. Nu van hieruit breng het terug in jouw rechtervoet. Eventueel plaats je jouw handen, of zonder handen, dus je leunt in je rechtervoet en je stapt je linkervoet naar achter, naar zo'n high lunge. Je rechtervoet is naar achter en dus, ja. Nu gaan we terug van waar we komen. Nee, jullie nog niet. Stap in jouw linkervoet, de rechtervoet en breng je linkerknie opnieuw op de mat naar waar de mat gaat rassen. Alright. En we gaan opnieuw starten van waar we begonnen zijn. Dus we gaan er nog vier keer doen. Linkerhand in de mat. Adem in, open naar zijwaartse plank. Adem uit, je linkerheup komt op de mat, je rechterbeen blijft in de rug. En je brengt je rechterbeen naar achter. Adem in. De rechterbeen gaat naar voren. Zweef je rechterbeen over de mat. Adem uit. Stap je voet. Met of zonder handen stap in je rechtervoet. Linkerbeen gaat naar achter. Super. Opnieuw. Komen terug. Nog twee keer. Je komt zitten. Zonder handen als je kan. Linkerhand naast jou. Adem in. Open. Adem uit, kom zitten, hou je rechterbeen in de lucht, rijk je borst naar voren. Adem in, rechtervoet komt opnieuw naar voren. Zonder handen als het lukt. Stap in je rechtervoet, breng je linkerbeen naar achter, zonder handen. Opnieuw, stap in je rechtervoet en heel traag linker. Je komt zitten, super. Ik zie heel veel mensen bewegen, dus dat is al goed. Linkerhand in de mat. Vashistasana, laatste maal. Adem uit, je komt opnieuw zitten. Rechterbeen gaat naar achter, je rechterbeen zweeft over de mat. Je komt op je linkerzijde zitten. Zwaai je rechterbeen naar voren. Zonder handen, kijk wat je kunt stappen in je rechtervoet. Niet draaien. En wie niet draait, dan stap je linkervoet naar achter. En opnieuw, breng je linkervoet aan de buitenzijde van je rechter. En je komt zitten. Oeps, en dan gaan we gewoon wisselen. Switch je benen. Correct. Dus, eerste maal traag. Linkervoet plat in de mat. Rechterhand naast jou. Rechterknie gebogen. Je stapt in je rechtervoet. Je linkerbeen gaat naar opzij. Nu, heel traag kom je zitten. Zo traag mogelijk. En je brengt je linkerbeen naar achter, je brengt je bovenlichaam naar voren, linkerbeen zweeft over de mat. Linkervoet gaat naar voren. Oké, stap je linkervoet in de mat, niet draaien. Je gaat naar voren, niet naar achter. Dus je gaat naar voren, je stapt in je voet, niet draaien en nu ga je rechtervoet naar achter. Ja, en eventueel bij handen voor je hart. Yes. Zo aan het werken in die linkerheup. Super. Stap in jouw linkervoet. Heel traag. Rechterknie komt op de mat. Naar Vashistasana. Adem in, open. Adem uit. Omzetten. Linkerbeen naar achter. En linkerbeen naar voren. Stap in je linkervoet.
Als het kan, gebruik je handen of zonder handen, rechterbeen naar achteren. Ja, stap en je linkervoet, rechterknie buigt. Heel traag. Nog twee keer. Rechterhand in de mat, arm in vastjes tasten. Arm uit, kom zitten, linkerbeen naar achter. Opnieuw. Op je rechterrug, linkervoet stap in de mat, stap in je linkervoet, rechterbeen gaat naar achter. Je heup is aan het werken, mobiliteit en stabiliteit. Opnieuw, laatste maal. Kom zitten. Rechterhand naast je, adem open. Arm uit. Heup op de mat, linkerbeen naar achter. Right. Linkervoet stap in de mat, zonder hand als je kan stap. En je rechtervoet een grote stap naar achter. Super. En nog één keer. Je wat aan branden is. En gewoon zitten. Van hieruit. Laat je voeten in de mat. We gaan nog een keer windshield wipen. Dus we gaan samen doen. We gaan de beide hier naar rechts brengen. En dan ga je jouw linkerhand naar de achterzijde van je matjes wandelen. En dan naar de andere kant. Beide knieën gaan naar links. En wandel je rechterhand naar de achterzijde. Heel traag. Zwaai je benen naar rechts. En dan rijk je linkerarm zo ver mogelijk naar de achterzijde van je matje. En andere kant. Zwaai je benen naar links. Rijk je rechterarm zo ver mogelijk naar de achterzijde van je matje. En nog twee keer. Elke kant één keer. Linkerhand gaat naar de achterzijde van je matje. Andere kant. De rechterhand gaat naar de achterzijde van je matje. En van hieruit. Kom terug naar je knieën. Kom terug naar downward facing dog. Neem een diepe ademhaling door je neus. Adem lang uit door je mond. Laat je voeten samen ademen. En je rechterbeen naar achter en omhoog. Buig je rechterknie, draai je heel open. Druk je linkerknie zo veel mogelijk naar de mat. Kom hoog op het toppen van je linkervoet. Dan breng je rechterknie naar voren. Stap je rechtervoet opnieuw tussen je handen. Oké, voeten op heupbreedte afstand. Adem in, kom naar een high lunge. Rijd je armen op. Adem uit, kom halverwege naar voren. Trek je rechterhand naar achter, maar spreng je handen in achter elkaar. Nu kijk of je zo veel mogelijk die schouderbladen naar elkaar toe kunt brengen. En als je handen verstrengeld zijn, laat ze los, maar hou je vingertoppen richting van elkaar. Dus je zit goed die schouders aan het werken, schouderbladen trekken aan elkaar, breng je handen weg van je heupen. Hou vast, voor drie. Twee. En één. Rijk je armen omhoog. Adem in. En van hieruit, adem uit. Plaats je handen aan de weerszijde van je rechtervoet. En dan strek je rechterbeen een klein beetje door. Trek je rechterrug onder jouw buik over je rechterbeen. Alright. En van hieruit wandel je handen naar voorstap in je rechtervoet. Breng je linkerbeen omhoog, adem in. En adem uit, heel traag stap je linkervoet naast je rechtervoet. Kom naar de voorwaartse beweging. Laat je hoofd hangen, ontspannen. Langzaam van hieruit breng jezelf rechtop. Adem in de rijke armen omhoog. En adem uit, breng je handen samen voor je hart.
Nu van hieruit stap je in jouw linkervoet. Je brengt je rechterknie naar omhoog. En je gaat kijken dat je niet gaat hangen in die linkerbeen. Trek je linkerbeen onder jou. Je brengt je rechterbeen omhoog. Nu kun je kiezen. Dus je rechterbeen doorstrekken. En je gaat je handen onder je rechterbeen brengen. En je drukt je rechterbeen naar voren. En je kijkt je dat je goed met je linkervoet in de mat. Dus kijk naar mijn heup. En die heup komt naar binnen en je rijdt je kruin omhoog. Hou vast voor 3, 2 en 1. We gaan ons been openen, dus je hebt de keuze. Ofwel ga je rechterbeen naar rechts, knie omhoog. Of eventueel pak je tenen vast. En eventueel kan je je rechterbeen doorstrekken. Oké, kies je optie, die rechterknie kan een beetje gebogen zijn. Je blijft gedrukt in die linkervoet. Hou vast met je balans. Op 3, 2, met je balans, val en sta erop. Alright, buig je rechterbeen. Plaats je rechtervoet op je linker dijbeen. Laat je heupen zakken naar beneden. Flex je achtervoet. Kom naar standing pigeon. Eventueel plaats je handen op de mat. Hou vast voor 3, 2 en 1. Laat je achtervoet glijden over je linker. De benen zijn gekruist. En van hieruit wandel je handen. Klein beetje naar rechts. Laat je hoofd gaan. Nu wandel je voet naar het midden van je mat, zodat je rechtervoet ongeveer in het midden van je mat staat. Breng je handen opnieuw naar voren. Stap jouw linkervoet een grote stap naar achteren. Ja, en dan kom op de buitenzijde van je rechtervoet en laat je rechterknie naar buiten zakken. Plaats je vingertoppen. Rek je borst naar voren. En dan gaan we een klein beetje dieper komen in die rechterheup. En dus je rechterknie gaat naar buiten en je zakt een klein beetje dieper. Je rekt je borst naar voren. En dan bij je uitademhalen ga je je beide benen zoveel mogelijk doorstrekken, je rug ronden, trek je rechterheup naar achteren. Je maakt het ronde rug. Nog 4 keer. Adem in, je rijdt je borst naar voren, je rechterknie gaat naar opzij. Adem uit, strek beide benen door, je maakt een ronde rug. Nog 3. Adem, open. Knie gaat naar opzij. Adem uit, strek beide benen door, kijk op naar je borst, ronde rug. Nog 2. Adem, open. Adem uit, ronde rug. Laatste maal, adem in, open. Adem uit, ronde rug. Plaats je handen, kies ofwel stap je naar een driebenige neerwaartse hand. Met je rechterbeen omhoog, ofwel breng je linkerknie op de mat. Buig je rechterknie, draai je heup open. Eventueel. Strek je rechterbeen door, kom naar een neerwaartse hand met je rechterbeen omhoog. Eventueel kom naar een gewone neerwaartse hand. Eventueel kom naar een driebenige plank met je rechterbeen omhoog. Eventueel plaats beide voeten in de mat. Lift je rechterbeen op, rek je borst naar voren. Met als zonder knieën, kies je optie, kom je naar de mat. Ontkrul je tenen, adem en kom naar cobra. Adem uit van hier. Downward facing dog, rek je linkerbeen naar achteren en omhoog, adem in. Adem uit, heel traag stap je linkervoet naar de wortelsteel, handen. Dan rijd je armen op. Nu van hieruit, we werken verder op die rechterheup van daar straks. Je rekt je armen omhoog en je gaat jouw duimen vastpakken. En je gaat proberen je duimen met elkaar te rekken. En check jouw houding. Je trekt je buik naar binnen. En dan ga je je bovenlichaam een beetje naar links. Stap eens zo'n klein beetje pulsen. Je bovenlichaam gaat naar links. Voor 4.
Nog drie. Nog twee. En één. Breng je armen omhoog. Stap beide voeten naast elkaar. Sluit je ogen en dan voel ik je gewoon het verschil tussen jouw rechterhup en je linkerhup. Alright. En dan van hieruit adem. Breng je armen omhoog. Arm uit, buig voorwaarts. Adem in, lang rechtuig, reken borst naar voren. Arm uit, stap naar downward facing dog. Plaats je knieën op de mat. Ofwel kom je naar puppy pose. Met je ellebogen in de mat en je handen omhoog. Optie nummer 1. Ofwel komen we naar dolphin pose. Dus puppy pose, die ellebogen gaan een beetje naar voren. Je gaat zoveel mogelijk je borst laten zakken en je handpalmen kunnen staan, je hoofd rusten op de mat. Mensen die naar dolphin pose gaan, gaan de handen verstrengen, gaan de schouders boven de ellebogen brengen, gaan een klein beetje gaan duwen zodat je dus in die schouderbladen van elkaar komen, dus niet gaan hangen. Tenen in de mat, lift je benen op je knieën van de mat. En dan druk je in je ellebogen zodat je bovenlichaam naar achter gaat, zodat je niet in de neerwaartse grond. Knie kunnen lichtjes gebogen zijn, laat je hoofd hangen, ontspannen. Dus we gaan hier samen een ademhalingsoefening doen. Kijk of je zoveel mogelijk in dat je ontspanning kunt gaan. Adem in voor 6, 5, 4, 3. 2, 1, hou vast. Adem lang uit. 6, 5, 4, 3, 2, 1, blijf leeg. Nog twee keer. Adem. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Als de last was, lukt het rust in child's pose. Adem uit. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laatste maal. Adem in. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adem uit. 6, 5, 4, 3, 2, en 1. En dan langzaam al je voeten naar achter, naar de voorarmplank. Mensen die in puppy pose zijn, mogen meedoen in die voorarmplank of mogen naar kindhouding gaan. Kies je optie. Hou vast voor 3, 2 en 1. Laat je heupen opnieuw op de mat. Wandel je handen naast je ribben. Adem in, kom naar een cobra. Adem uit, even allemaal naar kindhouding. Neem twee ademhalingen hier. Diep in door je neus. En lang uit door je mond. Nog één keer diep in door je neus. En lang uit door je mond. Alright. En dan gaan we terug naar downward facing dog. Oké, we zijn er bijna. Oké. Rijd je linkerbeen naar achter en omhoog. En je kunt altijd de optie kiezen om je rechterknie in de mat te houden. Dus je kiest voor jezelf. Hoog op de toppen van je linkervoet. Breng je linkerknie naar je toe. Stap je linkervoet tussen je handen. Laat je voeten op heupbreedte afstand. En dan breng jezelf rechtop. Oké. Van hieruit kom halverwege naar voren. We gaan eerst die handen verstrengen. Dus als die handen verstrengt, kijk, dus die schouders gaan naar achter en je trekt die schouderbladen naar elkaar toe. Nu, dus laat die handen los, maar blijf die schouderbladen naar elkaar toe trekken. Dus echt werk voor die achterlijn van die schouders. Je trekt je, dus die vingertoppen gaan naar elkaar toe en je brengt je handen zo veel mogelijk weg
van je rug omhoog. Ontspan die nek. Hier is spanning in je nek. Voor 3, 2, en in adem in. Rechterarm omhoog. Adem uit. Plaats je handen aan weerszijden van je voorste voet. Kom op je binnentappen. Trek je linkerrug een klein beetje naar achteren. Trek je linkerbeen min of meer door. Neem je handen nog open naar jezelf toe. Ben je er nog voor jezelf? Eigenlijk is dat het allerbelangrijkste. Dat je de practice doet. En dat je juist een plek vindt waar je wel wat inspanning doet. Maar waar je ook in die zachtheid kunt blijven. Vooral in je gedachten. Wandel je handen naar voren, leg je rechterbeen omhoog aan. Hè? En dan zo traag mogelijk laat je rechterbeen zakken op de mat. Kom naar een voorwaartse beweging. En van hieruit langzaam rol jezelf op. En dan kom staan. Je staat nu op je rechtervoet. Dus de bedoeling is dat je rechterrug goed naar binnen gaat. Je core activatie, je rug die actief is, je brengt je linkerbeen omhoog. Hè, en je pakt je linkerdeken vast en je drukt je linkervoet naar voren. En hier ga je rechterbeen nog een klein beetje meer werk moeten doen. Dus je drukt in je rechtervoet, je rijdt je kruin omhoog. Linkerbeen gaat naar voren. Span je schouders. Als het te last is, buig je linkerknie. En blijf drukken in die rechtervoet. Alvast. Stel je voor dat er een blok tussen je benen zit en dat je wil een beetje squeezen. 2 en 1. Nu, je linker, je blijft goed drukken. Dus niet gaan hangen in die rechterrug. Je blijft drukken, je opent je linkerbeen. Optie nummer 1, je blijft hier. Optie nummer 2, je pakt je dikke teenkast met je wijsvinger en je middenvinger. Eventueel kan je benen een klein beetje doorstrekken. Eventueel openheid van de hamstringswervel om je been volledig door te strekken. Wees geduldig met jezelf. Het is eigenlijk een balanshouding. We kunnen rustig zo blijven staan. Dus je blijft goed staan. Die rechterrug is aan het werken. 2 en 1. Breng je linkervoet, linker enkel op je rechter dijbeen. Breng je heupen naar achter. En breng je bijna ontzettend flexievoet. Laat je heupen een klein beetje zinken. Eventueel kun je vingertoppen op blokjes plaatsen of je vingertoppen op de mat. Ontspan je schouders, blijf rustig in en uitademen. The hips do the work today. En dan laat je linkervoet zakken over je rechter. Wandel je handen naar links, laat je hoofd hangen, ontspan je. Breng je handen opnieuw naar het midden van de mat. Je stapt nu in jouw linkervoet. Wandel je linkervoet zodat je linkervoet in het midden van je matje is. Stap je rechtervoet een grote stap naar achter. Een hele grote stap naar achter. En dan kom op de buitenzijde van je linkervoet. Flex een beetje je linkervoet in. Dus je wil geen pijn in je linkerknie. Maar je laat je linkerknie naar buiten zakken. Je rijdt je borst naar voren. Je komt op je vingertoppen. En dan dus breng je borstbeen en laat je borstbeen zakken naar je voet toe. En dan van hieruit strek beide benen door, maak een ronde rug. Dus je blijft een klein beetje op de buitenzijde van je linkervoet. En rijd je borst naar voren. Linkerknie gaat naar buiten. Adem uit, je strekt beide benen door en je maakt een ronde rug. Nog drie. Adem in. En adem uit. Nog drie. Adem in. Open. Adem uit. Rond terug. Strek door. Laatste maal. Right.
En rond rug. Laat je handen. Linkerbeen naar achteren in de drieling in de laatste hand. Buig je niet, draai je heup open. Trek je linkerbeen door, draai je linkertenen naar beneden. Als het lastig is, breng je rechterknie op de mat. Stap of je stapt naar een neerwaartse hand. Of je stapt naar een plank met twee benen of met één been in de lucht. Hou vast. Rek je borst naar voren. Buig je ellebogen langzaam naar de mat. Rol je schouders weg van je oren. Adem in. Kom naar voren. Trek aan je handen. Open je schouders naar achter. Schouders naar achter. Dan nog twee single. Laatste. Rechterbeen omhoog, adem in. Hoog het op van je linkervoet, stap je rechtervoet naar voren tussen je handen. Adem in, haar uit, linkerarm omhoog. En dan hier ga je opnieuw je duimen vastpakken. Je haalt de morgen uit je onderrug, je trekt je ribben naar binnen. Linkerknie kan lichtjes gebogen zijn. En dan ga je lichtjes naar rechts spant, heel lichtjes, zodat je een stretch voelt in heel die linkerzijde. Als het lastig is, staat je linkerknie op de mat. Buik weg van je dijbeen heen, hollen in je onderrug, koorts actief. Alright, linkerarm omhoog, plaats je handen. Stap je linkervoet naast je rechtervoet. We komen naar Malasana squat houding. Kom 1 naar die squat houding. Right. Heupwerk. Heel veel actieve mobiliteit. En dan hieruit. Kom liggen. Dus ja, we komen liggen. Je plaatst je rechter enkel op je linker dijbeen. Dus ik ga het even voortonen. We gaan het een beetje uitwissersbeweging maken. Dus we gaan je linkervoet een beetje naar links wandelen en we gaan beide knieën een keer naar rechts laten zakken. En dan gaan we beide knieën een keer naar links laten zakken. Heel traagjes, beide knieën laat je keer naar rechts zakken, open in die linkerhup. En dan heel traag, je houdt je rechter enkel op je linkerbeen en je laat beide knieën naar links zakken, zodat je rechtervoet plat in de mat komt. En dan zo'n paar keer, we gaan weer een beetje meer naar die heup mobiliteit. Kijk op dat je rechtervoet plat in de mat kunt komen naar links. En dan 1 keer naar, beide knieën naar rechts, opening in je linkerheup. En 1 keer, beide knieën naar rechts, blijf hier. Kijk op dat je linkerknie volledig plat in de mat kan zetten. Linkerknie plat en die rechterknie duw een beetje weg van jou. En je laat je rechterknie meer naar beneden zakken. Verschuif ook je bovenlichaam een klein beetje naar links. Breng je rechterhand naast jou. Eventueel met je linkerhand pak je rechter scheenbeen vast en druk je rechterknie een beetje weg van jou. Dat je hier zo aan de buis zit van je rechterheup een stretch hebt. Het kan zijn dat je heel minieme stretch is. Als je hier stretch wilt, breng je heel pakketje naar je toe. Als je minder stretch wilt, breng je heel pakketje verder weg van jou. Dus je wil nergens pijn. Stel je voor dat er een gewichtje aan je rechterheup hangt en die heup zakt naar beneden. Van hier kruis je benen. Dus breng je rechterknie boven je linker. Dus je benen zijn gekruist. En dan ga je je handen op je bent je handen op je knieën te zetten.
En dan plaats je handen op je scheenbenen. En kijk of je die voeten een klein beetje, dus die scheenbenen een klein beetje naar beneden kunt trekken. En je onderrug is op de mat. Dus je onderrug is op de mat. Eventueel kun je jouw handen op je voeten plaatsen. Klein beetje stretch in die buitenzijde van de heup. Dat is eigenlijk gewoon asana op de rug. Je onderrug blijft op de mat. Dus je benen gaan omhoog. Dus niet naar beneden, weer omhoog. En je trekt een klein beetje aan je voeten, zodat je een stretch voelt hier aan de buitenzijde van je heup. Als dat niet lukt, dan ga je benen een beetje meer voeten mee naar de mat brengen. Dus zoek de stretch in de buitenzijde van de heupen. Oké, en dan hou je rechter enkel over je linker dijbeen. Laatste. We gaan ons rechter dijbeen pakken en ons rechter scheenbeen voor tweede needle. We hebben er straks al staand gedaan, dus op telkens met die rechter enkel op ons linker been. En dan gaan we nog één keer naar de handen, happy baby. Je pakt de buitenzijde van je rechtervoet vast en brengt je rechtervoet zo omhoog. Dus je wil niet te veel naar rechts willen, dan houd je linkerheup op de mat. Rechtervoet zo gaat omhoog. Eventueel kun je beide handen rond je voet brengen, of als dat niet lukt, pak je hand en breng het rond je scheenbeen in en je knie gaat een beetje naar buiten. Als dat nog niet lukt, plaats je rechterhand rond je dijbeen en buig je rechterknie. Dus, ofwel zo, ofwel laat je de rechterbeen gewoon hangen en je brengt je rechterhand rond je dijbeen. Kies de optie die voor jou creëert. Alrighty. En van hieruit strak je rechterbeen door. Voel ik het verschil rechts-links. Plaats je rechtervoet in en dan breng je linker enkel op je rechterbeenbeen. We gaan opnieuw uit die windshield wipers doen. Dus we gaan eerst die rechtervoet een klein beetje mee naar rechts vallen. En dan gaan we beide knieën naar links laten staan. Heel, dus maak het heel zacht. En dan gaan beide knieën naar rechts in, zodat je linkervoet op de mat is. En je gaat zo heel traag je rug een beetje van links naar rechts duwen. Maakt niet uit hoe diep dat je komt. Dus. Right. Dus eigenlijk blijft je rechtervoet op de mat staan. Continu. Je brengt je knieën een keer naar links en de knieën een keer naar rechts. Oké, en dan hou je beide knieën naar rechts. Want plaats je linkervoet plat in de mat. Laat je linkervoet naar beneden zakken en druk je linkerknie weg van je rug. Eventueel pak met je rechterhand je linker enkel vast. En verschuif je bovenlichaam zodat je ruggraat gewoon op één lijn ligt. En dat die linkervoet meer kan zakken. Als dat niet goed aanvoelt, dan plaats je alles verder van je weg. Als je niets voelt, dan plaats je alles een beetje dichter naar je. Laat je linkerheup zakken. Ben je nog aanwezig? Ben je nog die observator met de open handen die alles kan omarmen die er is op dit moment?
En dan breng je benen omhoog. Dus hou je linkerknie op je rechter. En je gaat dus met je handen is geen benen pakken. Dus de onder is volledig op de mat. En je gaat je voeten een beetje breder brengen. Ofwel pak je je scheenbeen, ofwel je enkels, ofwel pak je je voeten vast. Dus je gaat een klein beetje je voeten naar buiten en naar beneden brengen. Zodat je stretch voelt in die buitenzijde van de heupen. Linker enkel komt op je rechter dijbeen, thread the needle. Eventueel pak je rechter dijbeen of je rechter scheenbeen vast. Druk je linkerknie weg van je hoofd. Schouders blijven op de mat, je hoofd is op de mat. Laat je rechterbeen los, kom naar een halve happy baby. Dus die rechterbeen ga je doorstrekken. Je pakt dan wel je linker enkel vast. Dat linker dijbeen gaat echt naast je ribben. Dus niet je linkerbeen op je pakken. Je linker dijbeen naast jou eventueel. Met je handen pak je linker dijbeen vast. Optie nummer 1. Knie gaat naar je schouder. Optie nummer 2. Pak jouw enkel vast. Optie nummer 3. Pak je voet vast. En dus je laat je rechterrug naar de mat zakken. Eén stress in je schouders. Rust in en uitademen. Alles is welkom. En dan van hieruit breng je hier naar je toe. En dan maak een paar keer van links naar rechts om. En dan hieruit, kom naar Shavasana, strek je benen door. En laat alles zijn. Ontspan je kaken. Ontspan je laatspieren. Handpalmen omhoog. Die openheid. Die handen. En dat open gebaar. Die open handen die er kunnen zijn om jezelf vast te houden. Om jezelf te omarmen. Om alles die er is te omarmen. Ook jouw twijfels, ook jouw angst. Ook jouw weerstand. Alles mag er zijn. Alles die naar boven komt, vraagt om gezien te worden. Vraagt om die aandacht. Vraagt om liefde. Wat is de reden waarom het en naar boven komt, naar het licht van jouw bewustzijn. Dan kun je in die open armen
open houden om alles te verwelkomen die hier komt, die naar boven komt. Neem een diepe ademhaling door in je rug. Lange zucht uit door je mond. Nog één keer diep en door je neus. Lang uit door je mond. En dan pak jouw armen vast of schreef jezelf in je knuffel. Pak jezelf vast. Hoe zeer kan jij er zijn voor je, voor jezelf? En dan als je klaar bent, wil je jezelf uitrekken en uit te strekken. Rek je armen over je hoofd. En dan kom je opnieuw een keer zitten. Gewoon een keer opnieuw. Neem je tijd om rechtop te zitten of blijf nog langer in Shavasana. Adem in, rek je armen omhoog. Lang uit, handen voor je hart. Een diepe buiging naar jezelf toe. Omarmend alles wat er is. Breng je hoofd recht op. Namaste. Dank u wel. Namaste.